Maaglid, permissor het woord. Voorzitter, ik wil u aandacht vragen dat bij de tijdsindeling iets merkwaardigs gebeurd is. Als u met me meedenkt, de VHP-fractie heeft 90 minuten gehad voor 20 leden. Dat is 4,5 minuut per lid. De NDP-fractie heeft 16 leden, maar 4,5 is 72 minuten, voorzitter. Dus, en we krijgen 60 minuten. Ons is onterecht ingekort, AUB, 12 minuten, voorzitter. Ik hou u voor. Ik hou u voor. Geachte lid Permisser, ik heb u gehoord. En geachte lid Vreedzaam, u hebt het woord en u hebt 1 minuut. Oh, Eva, er is een punt van orde aan de andere kant. Geachte lid Aziz. Ja, Aziz Gayadin is hetzelfde, voorzitter. Nogmaals, voorzitter. Wij stellen voor. We weten wat time management is. En we hebben aan het begin tijden afgesproken. En ik denk dat we ons daaraan keurig hebben gehouden. Alle fracties hebben zich daaraan gehouden. Dus ik stel voor dat het is uw leiding, maar wij stellen concreet voor om het te houden op de tijden die we hadden afgesproken. Als fracties geen tijden hebben, dan moeten ze voor de derde ronde dat bekijken, zover er een derde ronde is. Voorzitter, er is een begrotingsbehandeling maandag. Dan kan men de opmerkingen en vraagpunten daar deponeren. Ik vraag u om door te gaan met die leden, die fracties die nu tijd hebben. En ik zal een beroep doen op mijn fractie om af te zien van de vragen. Er is een dringend vraag van de heer Jogi. En daarna zal ik besluiten. Voorzitter, dan zullen we deze ronde afsluiten. Goed, we hebben naar de fractieleider geluisterd, de heer Gayadin. U hebt wederom een punt van orde. U krijgt een punt van orde. 1 minuut. Voorzitter, we bedelen en we verzoeken niet. Ik heb u aangegeven en cijfermatig waarin we tekort zijn gedaan. Dat is 1. 2 is, ik heb begrepen dat we de ronde ingingen van een minuut, et cetera. Maar ik geef aan. Ik vraag uw leiding, waar u toezegt dat die 4 mensen een beurt zouden krijgen. Gaat u daarvan ook afstappen? Dan weten we dat, voorzitter. Ja, dat. U hebt een standpunt ingenomen. Of wordt de DNA-vergadering gedirigeerd door de heer Gayadin? Dan weten we dat, voorzitter. Ja, dat. Wij zijn ten eerste tekort gedaan. En dat geven we concreet cijfermatig weer. Dat is geen tjugo van allerlei woorden mismanagement. Er is een mis met de toedeling van de minuten. Ik vraag rechtmatig, eerlijkheid zelf. Dank u wel, geachte lid Permisser. Ik heb u begrepen. Ik wilde me niet in die discussie mengen, maar laat mij dan het volgende aangeven. Toen er afspraken werden gemaakt, hebt u deze opmerkingen niet gemaakt. U hebt rustig gewacht totdat iedereen gesproken heeft, om aan het eind van het verhaal met iets te komen. En ik heb toch mezelf flexibel opgesteld om u in de mogelijkheid te stellen om toch per lid een minuut te praten. Maar gezien er een hele discussie nou ontstaan is, dan zeg ik het volgende. U hebt geen tijd, dan zullen we maar daarbij laten. En gaat u over, we gaan dan verder. Er is 1 lid over. En dat is het geachte lid Jogi. Dat is het geachte lid Jogi en aan hem geven we het woord. Lid Jogi, u hebt het woord. Lid Jogi heeft het woord. Lid Jogi, wilt u het woord niet? Lid Jogi, u hebt het woord. Mag lid Jogi het woord?
Voorzitter, bedankt. Voorzitter, we hebben geluisterd naar de regering. We hebben geluisterd naar de antwoorden van de ministers, voorzitter. En ik denk dat de regering uitvoerig is ingegaan, voorzitter. Hetgeen hier door het parlement aan de orde is gesteld, voorzitter. Let Jogi, mag ik even? Let boven, als u zo doorgaat, ga ik u uit de zaal laten zetten. Als u zo doorgaat. U hebt al geen tijd en u wil baas boven baas spelen. Als u zo doorgaat, ga ik u eruit laten zetten. Ik wil orde in de zaal. Let Jogi, u hebt het woord. Dank u wel, voorzitter, voor de gelegenheid om in de tweede ronde van het onderwerp onder uw agenda, voorzitter, een bijdrage te mogen leveren. Voorzitter, ik word gestoord. Ik word gestoord, voorzitter. 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 Let boven, als u zo doorgaat, ik geef u laatste waarschuwing, ik ga u uit de zaal laten zetten. Dit is het gedrag van u. Dit is het gedrag. Lid Asabina, u wilt een punt van orde. Wordt het ondersteund? Okay. Voorzitter. Asabina, u hebt een punt van orde gevraagd en u krijgt een minuut om uw punt te maken. Voorzitter, waarom gaat u me beperken? Voorzitter, laat me starten, voorzitter. In de intermenselijke relatie, voorzitter, is het woord heilig, voorzitter. Wanneer twee mensen en meer, voorzitter, ja, zijn. En er is een afspraak gemaakt, voorzitter. Dan dienen wij die afspraak na te komen. Ik heb begrepen en gehoord dat u aan deze kant van de zaal 1 minuut per lid hebt gegeven. Om vervolgens terug te komen, voorzitter, op het woord. Het kan niet. Tijdens mijn spreekbeurt net, voorzitter, heb ik zelf aangehaald. Dat ik ten tijde van de behandeling van het herstelplan, ik heb het gesanctioneerd, mijn fractie, en wij hebben verwezen naar het woord in het Heilige Schrift. Kijk, ziet u hoe heilig het woord is. Ik vraag u, voorzitter, om terug te komen op uw besluit. En dank u wel, lid Asabina. Toen het gebeurde, was u niet in de zaal. Waarschijnlijk hebt u het hele verhaal niet gehoord. Waarschijnlijk hebt u het hele... Ik wil niet met u in discussie gaan. Er is een ander stuk eraan toegevoegd, waardoor ik op het besluit terug ben gekomen. Ik zie een punt van orde. Ik geef het woord terug aan lid Jogi. En voordat lid Jogi aan het woord gaat, geef ik het hamer aan de voorzitter, Deus Charman. Leden van de Nationale Assemblée. Leden van de Nationale Assemblée. Leden, lid Jones, alle andere leden. Leden. Nee, iedereen heeft het recht om te praten. Maar natuurlijk zal dat binnen de regels plaatsvinden. Alleen heb ik wel... Doe ik wel een beroep op u om rustig te zijn, zodat we de vergadering kunnen leiden. Maar als u door de zaal begint te gillen en de orde wordt verstoord, dan heb ik
binnen mijn mogelijkheden ook andere opties om te handelen. Maar dat moet u moet mij niet bewegen in een bepaalde richting die ik niet graag wil opgaan. Leden, wie leidt de vergadering? U meneer Bouva of ik? Lid Bouva, wilt u op uw beurt even wachten? Ik leid de vergadering en ik vraag u even rustig te zijn. Laten we de vergadering weer op spoor krijgen. We gaan alle mogelijkheden bekijken om de vergadering voort te zetten. Maar niet op deze wanordelijke situatie zoals u dat allemaal heeft gedaan. Ik doe een beroep op uw leden. Leden, ik doe een beroep op u allemaal om rustig te zijn. We zijn bijna aan het einde van de vergadering. Lid Bouva, wat is er met u? Ik ben nog niet uitgesproken. Ja, maar alles komt, maar ik ben nog aan het woord. Het woord wordt alleen verleend als de voorzitter dat verleend heeft. Anders niet. Lid Bouva. Ja, lid Parmeester, u gaat uw ordepunt krijgen. Maar ik wil even toch de rust in de zaal terug hebben. Alvorens we verder gaan vergaderen. Mag ik een beroep op u doen, leden? We noemen onszelf het hoogste college van staat. Laat het gedrag ook daarmee corresponderen. Maar niet op de wijze zoals u dat net heeft gedaan. Lid Parmisser heeft een punt van orde. Wordt het ondersteund? Wat is uw ordevoorstel, lid Parmisser? Voorzitter, we vragen conform de regels die we hier hanteren, ook de ruimte te krijgen om te reageren op datgene wat de regering aangehaald heeft. Ik heb gewezen op de oneerlijke tijdsindeling. Ten tweede, er is ons 4 minuten toen toebedeeld. Mevrouw Vreedzaam zou dan aan het woord komen en ineens is die zaak veranderd. Ik wil van u concreet weten wat de orde daar zal zijn. Want de orde zoals we gingen, zou mevrouw Vreedzaam nu eerst 1 minuut komen. Mag ik van u weten wat de orde zal zijn, voorzitter? Ja, dank u wel, lid Parmisser. Ik wil ook een korte schorsing. Maar Gaidin, als u even wacht. Meneer Parmisser, ik zal even nagaan wat de afspraken zijn geweest, hoeveel tijd er over is gebleven. En daarvoor ga ik zelf een schorsing inlassen om dat goed na te gaan, omdat ik net de vergadering heb overgenomen. En ik moet even evalueren welke fractie hoeveel tijd nodig heeft. Ik schors de vergadering.